Ons gaan nou bij die begrip vraag van nader beskou. Nou, als vertrekpunt gaan ons die economische definitie van vraag gebruik. Maar voordat ons bij die definitie kom, die woorddefinitie, of die feit dat ons nou definitie gaan gebruik, moet bij jou soort van de vlagje dat opkom. Ons sê maar, nou, definities bestaan uit sekere kernelemente. So in hierdie definitie van vraag gaan ons ook dan sekere kernelemente identificeer en dit is daar die elemente wat ons dan van nader gaan beskou. Hoe definieer een econoom vraag? Wel, econoom sal sê, dis die hoeveelheid goedere en dienste wat die potentiële koper bereid is om te koop en staat is om te koop gedurende tydperk. Ons kan drie elemente identificeer. Potentiële koper, met een bereidwilligheid en een vermoë. Met andere woorde, die koper moet in staat wees om die product te koop. Ons drie kernelemente van ons definitie. En ons gaan elk van hierdie elemente een bietjie van nader beskou. As ons dit dan gedoen het, het ons een beter begrip van vraag. En met hierdie beter begrip van vraag, is ons dan ook in staat om twee ander begrippe wat ons al voorheen mee te doen gehad het, met basis behoeftes en begeertes, om weer hulle nader te trek en sê, maar okay, hoe verskil hulle van vraag? Is daar enige verskil tussen een basis behoefte en of een begeerte en vraag? Al dan nie. Kom ons gaan kyk een bykie.